Ik wil jullie graag mijn eigenwijs grijs verhaal vertellen. Mijn naam is Ilona Browns en dan neem ik jullie mee terug naar de zomer van 2010. Ik was eigenlijk happy de peppy, want ik had net een hartstikke mooie aanbouw aan mijn huis gemaakt. Samen met mijn twee vaders, mijn biologische vader en mijn stiefvader. En we waren eigenlijk allemaal helemaal happy. Toen heb ik geproost, mijn twee vaders bij elkaar. Mijn moeder was 5 jaar daarvoor overleden. Dus jullie kunnen je voorstellen dat dat heel emotioneel was om daar met mijn twee vaders te staan. Allebei uit de bouw en ze hadden me supergoed geholpen. Een paar dagen later, ik ben in de tuin aan het werken, hartstikke hard aan het werken. En s'avonds zit ik op de bank. En zo uit het niets, leg je handen op je rechterborst. Uit het niets. En ik voelde een knobbel en geen kleintje. Dus dan een paar dagen later zit je bij de dokter en begint het verhaal. En het bleek dus een, ik hou even heel erg kort, bleek een kwaadaardige tumor te zijn. Die redelijk snel groeide, relatief groot was. Ik was 46 jaar, nog niet in de menopauze, dus ik wist, hier moeten we actie op zetten. Ja, het bleek dus gelukkig dat er geen uitzaaiingen waren, maar ik wilde wel snel actie. Die kreeg ik gelukkig ook en er werd een borstreconstructie ingezet, waarbij ik gekozen had voor een borstamputatie met siliconen. Ik had het geluk dat de mammaprint in zicht kwam. Ik kreeg hem zomaar voorgeschoteld, gelukkig, want ik kon dan een 70 genen profiel laten maken van mijn tumor, waaruit bleek dat ik laag risico had. Van daaraf had ik zoiets, nu ga ik heel goed voor mezelf zorgen. Ik ga niet mee in het hele circus van chemo en whatever me aangeboden wordt. Ik ga kiezen voor mezelf, gezonde voeding. Nou, inmiddels was ik al aardig grijs geworden. Dat ging heel snel. Ik wist ook van, ik moet nu mijn eigen pad gaan en heel standvastig zijn. Alleen toen ik dus, omdat ik geen uitzaaiing had en dus ook geen chemo wilde doen, wist ik wel van er komt nog hormonale therapie. En toen wist ik het niet meer. Ik was helemaal de weg kwijt. Ik wist het even niet meer. Alle energie was op en toen zei een vriendin van mij van, ik weet een vrouw die heeft haar borstkanker aangepakt zonder medische interventie. Misschien moet je eens met haar gaan praten. En dat heb ik gedaan. Ik heb een week met haar gewerkt in Spanje. Ze heeft me alles wat ze wist, heeft ze me aan me doorgegeven. En ik ben daarmee aan de slag gegaan. Heel veel lezen, graven, zoeken. Hoe wil ik leven? Hoe wil ik nu leven met deze wetenschap? Nou, de reconstructie werd compleet in januari van 2011. En in mei ging ik weer aan het werk. Natuurlijk, op het werk was het niet meer hetzelfde, want ik was niet meer dezelfde. Eigenlijk was dat mijn pad niet meer. Ik kon niet meer leven zoals ik geleefd had. Maar alleenstaand moest toch mijn eigen broek opbouwen. Dus toch maar door met werken. Daar kwam even later eigenlijk bij dat mijn vader, die heb ik hem ook een aantal jaren niet in mijn leven gehad. Die bleek heel erg ziek te zijn. En die had al diabetes en open hartoperatie gehad en alles wat je maar bedacht. Maar wat hij nu had, we wisten het niet. Weer met de medici aan de slag. Hij bleek een kwaadaardige vorm, een zeer agressieve vorm van kanker in de alvleesklier te hebben. Dus daar gingen we mee aan de slag. Trouwens, 12-vingerige darm moet ik zeggen. Maar we gingen ermee aan de slag. Geen rust voor mij dus. En in 2013 bleek er ook nog een reorganisatie van mijn bedrijf. Waar ik zoveel jaar al zo met zoveel plezier gewerkt had. Waar ik nu al voelde van, ik wil iets anders. Kreeg ik ook nog een reorganisatie. Toen stierf mijn vader, augustus 2013. Ik zat midden in die reorganisatie, vader stierf. En daar stond ik, enig kind. Ik moest alles regelen. Maar weer sterk zijn. Besefte volledig van, 3 jaar na mijn eigen borstkanker. Ik kom niet toe aan dat nieuwe leven wat ik wil leven. Een maand later, september 2013, werd ik 50 zonder mijn vader. Maar wel met heel, heel veel lieve mensen heb ik mijn 50ste gevierd. En weer wist ik van, ik wil het anders gaan doen. Ik wil het anders gaan doen, maar wat is de weg? En toen heb ik besef ik nu dat ik eigenlijk in een burn-out zat, die voortduurde.
En dat wat ik met mezelf had afgesproken, dat ik het leukste leven wilde leven wat ik kon leven, dat lukte maar telkens niet. Er kwam telkens iets op me weg. Dus ja, ik kon dan ook niet beslissen om niet in de reorganisatie mee te gaan. Dus ben in 2014 ben ik naar Eindhoven gegaan. Iedere dag naar Eindhoven. Ik noem het altijd het geitenpad. Heen, terug, mijn uurtjes draaien. Heen, terug, mijn uurtjes draaien. Dat kan het niet zijn. Maar wat is het wel? Nou, toen kwam er een hele lieve man in mijn leven. Plotseling uit het niets. Was wel pas weduwnaar, maar ja, we hadden een leuke vriendschap. Ik heb zijn vrouw gekend. Ik ging een hele mooie reis maken in Canada. Dus hij zei, dat is mijn droomreis. Ga jij die maken? Hou me op de hoogte. Nou, ik ging die reis maken. Het was inderdaad een droomreis. En ik heb hem op de hoogte gehouden. Bij terugkomst zijn wij ook iets meer dichter bij elkaar gekomen. Het is een prachtige liefdesrelatie geworden. En weer dat werk, iedere dag naar dat werk. En in oktober, ik zei, zo wil ik niet meer werken. Ja, mijn baas had zoiets, ja, wat dan? Ik weet het niet, ik weet niet wat wel, maar dit niet meer. En ik had het gezegd en het viel als 100 kilo van me af, maar wat wel. Oké, we hadden besloten in februari 2015, dan zou ik stoppen met werken. En ik heb het ook altijd zo genoemd, stoppen met werken, omdat ik wist dat er hele andere dingen, dat ik met mijn talenten die ik inmiddels had opgebouwd in 30 jaar werken, hele andere dingen kon doen die veel, veel meer bij mij zouden passen, veel meer vanuit mijn hart. Nou, maar die man die was er nog. En met die man wou ik het ook eindelijk nou eens een keer leuk hebben. En ik denk, nou dat reizen, dat wil hij ook. Nou, we hebben gereisd, 2 korte reizen, kleine reisjes, hartstikke mooi. Maar dat wat ik bedoelde, dat kon hij nog niet. Hij was nog niet zo ver. Dus in juni van 2015 zijn we dan ook in goede verstandhouding uit elkaar gegaan. Ja, en toen wist ik, denk, nou, dus nu ga je weer een pad, maar nu ben je vrij. Je bent eigenlijk helemaal vrij en je kunt nu dat pad gaan kiezen. Maar waar ligt dat pad? Ik was inmiddels al, menige hartviering had ik in het kleine kerkje van het Clemensdomein was ik geweest. En wat daar gesproken werd, eigenlijk in het teken van de cursus in wonderen, dat sprak me enorm aan. En met die vrouw wilde ik op pad. En dat heb ik gedaan. Ik ben naar, meteen daarna, na die breuk, zeg maar, ben ik naar Rennes-le-Château gegaan. Heb daar met 10 vrouwen ben ik daar samen geweest en we hebben ieder aan ons eigen stuk samengewerkt. En dat samenwerk, dat voelde zo heerlijk en ik wist, daar moet ik iets mee. En bij thuiskomst, out of the blue, weer zo'n stemmetje die zei, hey, je moet een hospice beginnen. Een wat? Een hospice? Nooit mee bezig geweest. Ik snapte helemaal niet waar het vandaan kwam. Maar weer die hele goede vriendin van mij die zei, maar jij kunt dat wel. Oké, nou, ik heb geen werk, ik heb tijd. Ik ga het uitzoeken. Ja, ik duik daarin. Ja, daar werd ik dus niet vrolijk van. Want ook een hospice, de bedden moeten gevuld zijn. Er moet gepresteerd worden. Nee, daar doen we niet meer aan mee. Oké, wat dan wel? Nou, toen kwam een andere vriendin uit de thuiszorg. En die zei, hey, als je dan toch zoiets goeds wil doen, dan kijk eens naar de mensen die alleen thuis zitten. Ik kom ze iedere dag tegen. Ze zitten alleen en ze staan op wachtlijsten voor kleinschalige wooncomplexen. Die er veel te weinig zijn. En ik dacht, shoot, dat is het. Dat is het. Mijn hart maakt echt een sprongetje. Ik denk, dit is waar ik zelf ook altijd mee bezig ben. Ik ben alleenstaand. Ik woon al heel lang alleen. Hoe wil ik later ouder worden? Oud worden. Ouder wil ik sowieso worden. Maar het was ook 5 jaar hè, na die borstkanker. Dus dat is die magische datum. Dat realiseerde ik me ook. Ik was al 5 jaar aan het overleven. Dus een heel onconventionele insteek. Dus oké, dat gaan we doen. En ik kan heel goed netwerken. Vooral vanuit mijn oude werk. Komt dat al heel goed. Oh, ik moet wel een relatiekaartje. Oh, ja, wat ga ik daarop zetten? Eigenwijs grijs. Ja, dat is het. Inmiddels had ik inderdaad al dat hele grijze haar, dat was met de dag grijzer, leek het wel. Maar oké, ik kon het nou daarvoor inzetten. En ik wist het ook meteen, ik ging op onderzoek en ik zag het gewoon. Het is eenzaamheid voorkomen, het is duurzaam leven als een paar mensen samen gaan wonen. En het is natuurlijk ook al die mooie gebouwen die leegstaan. Schooltjes, het is van alles. Ik ben in de loop der tijden van alles tegengekomen. Ja, en ik werd er gewoon heel blij van dat ik dat mocht gaan uitwerken. Maar ik had wel in de gaten, stapje terug. Je hoeft niet sneller te gaan dan dat je kan en wil gaan. En dat was voor het eerst in mijn leven dat ik dat wist. Dat ik echt wist van,
Hier gaat niemand mij pushen met businessmodellen, verdienmodellen, targets, weet ik veel, waar ik allemaal 30 jaar in had gezeten. Ik ging het anders doen. Maar, oh ja, en dat is ook een hele mooie. Inmiddels weet ik dat ik het voor de bammers doe. De bewust alleenwonende mensen. Het zijn de mensen die dus nog geen zorg nodig hebben, maar die wel weten, straks als ik zover ben, wil ik op een plek zitten waar ik met gelijkgestemden ben. Nou, buiten dat verhaal wat aan het lopen was, moest ik ook nog heel veel, voelde ik, naar binnen gaan. En dat heb ik gelukkig ook kunnen doen met ayahuasca. Dat is hier op het podium ook al vaker ter sprake gekomen. Ik vond ook die weg. En ik ging reizen naar binnen met plantmedicijn van de shamanen. En ik ontdekte heel veel. Heel veel dingen die ik gewoon in de 3D-leven waar we hier zitten niet kon ontdekken. Heel veel ging er open in mij en het ging allemaal stromen. Let it flow, let it flow. Oké, en toen kwam november 2016. Midden in al die turbulentie was er een uitzending van Zorgpunt Nu op de televisie. En implantaten, niet zo'n goed idee. Oké, ik voelde het ook meteen. Denk, nee, ik moet hier iets mee. Dus weer, wop, weer vol, dokter weer vol in de studie. Dat is ja gewoon wat ik altijd doe als ik dan heb. Wacht ik niet af, ik duik er vol in. En ik ontdekte zelfs in Amerika de vele zieke vrouwen die zelfs als ze geen gescheurde implantaten hebben, toch ziek zijn. En ik dacht, ze moeten eruit, die van mij moeten eruit. En ik ben die dokterkappel ben ik gaan opzoeken die in die uitzending was. En met haar overlegd. En in januari zijn ze eruit gegaan. Mijn rechterborst, die dus, had ik dus op dat moment geen borst meer. Ze gaf me de mogelijkheid om met lipofilling, dus vet uit je lichaam te zuigen en dan niet weggooien, maar in die borst. Maar ja, dat is ook niet zo makkelijk. Het zijn ook 3, 4, 5 operaties. Niemand weet het, want het lichaam beslist daar zelf over hoe snel je dan weer een borst hebt. Oké, dat was voor mij in ieder geval, voelde ik dat dat goed was. En hoe lang dat zou duren, dat zou ik dan wel zien. In diezelfde zomer vorig jaar ging het niet goed met mijn vriendin, mijn hartsvriendin Tanja. Zij was ook 46 op dat moment, ik inmiddels 8 jaar ouder, 54 dus. En ik zag dat zij psychisch zwaar onderuit ging. Geen kanker, maar psychisch. En ik heb nog 2 hartstikke mooie weekenden met haar gehad. We zijn dichter bij elkaar gekomen dan ooit, waar ik heel dankbaar voor ben. Maar na die zomer kon ik haar niet meer helpen. Ik moest aan de slag weer met mezelf. In november kreeg ik de 2e lipo. Ik ben bond en blauw. Je kunt bijna niet bewegen als dat gebeurd is. Maar oké. Okay. Ik kwam een weduwe tegen. Die pas weduwe was van vorig jaar. En helemaal alleen een zorgboerderij runde. En ik dacht, ze was pas 57. En dacht, die vrouw wil ik helpen. Dus daar ben ik ingedoken en tot op dit moment ben ik daar ook nog altijd bezig. Dat deed heel goed, maar alle turbulentie die er nog om mijn vriendin was, daar had ik toch zoiets, ik moet even weg nu, ik ga alleen weg, ik ga de bergen in, ik ga skiën. Daar waar ik altijd het meeste energie op kan doen. En eerste dag breek ik mijn been. 35 jaar succesvol skiën, been over. Hier helemaal door. Binnen 6 uur lag ik op de operatietafel, pinnen erin. En een week later werd ik met de ambulance liggend terug naar huis gebracht. Ja, daar lag ik. Die rust die ik zo graag wilde, die kreeg ik. 6 weken, plat. Ja, rolstoel en moeilijk en alles. Maar ik kon niets doen, ook niet voor mijn vriendin. Zij kwam naar mij toe, het leek weer goed te gaan met haar. En 6 weken, nou, toen die 6 weken om waren en ik bij de orthopeed kwam en hij zei van, je mag weer gaan staan. Wist hij niet dat ik net die ochtend emotioneel heel erg onderuit was gegaan, want mijn vriendin was uit het leven gestapt. Ja, en toen mocht ik weer gaan lopen. Dus dat ging niet zo. Het leven was even helemaal niet leuk meer. Daar ga je doorheen. Het is 27 maart, dus vandaar dat ik hier ook en daar ook niet kon staan. Maar ik heb 1 belofte gedaan. Niet alleen aan mezelf, wat ik al zo vaak aan mezelf had gedaan, maar ook aan haar. Ik heb beloofd dat ik het leukste leven ga leven wat ik kan leven. Eigenwijs Gijs,